Vandaag in het hart van Brabant Nieuws. Theater Stilburg sluit de deuren van het restaurant vanwege de coronacrisis. Bibliotheek Lokhal trapt de kinderboekenweek af met per ongeluk als nieuw startpunt voor kinderactiviteiten. Het doek valt voor theaterrestaurant Lucerberg. Vanwege de coronacrisis ziet Theater Stilburg, waar ook de Schouwburg en de Concertzaal onder vallen, geen andere optie dan het restaurant te sluiten. De reorganisatie treft 19 medewerkers, maar volgens theaterdirecteur Rob van Steen was er geen andere optie waarmee voorkomen kan worden dat ook de rest van de organisatie financieel nog verder aangetast zou worden. Eerder nam Theater Stilburg al andere bezuinigingsmaatregelen. Zo werden de tijdelijke contracten van tientallen oproepmedewerkers niet verlengd. Bibliotheek Lokhal trapte de kinderboekenweek af met de onthulling van Per ongeluk en een nieuwe muurschildering op de kinderafdeling. Per ongeluk is het nieuwe startpunt voor de wekelijkse voorleesavonturen en andere kinderactiviteiten. Voor de onthulling kwam NS-boekenconducteur Marijke Frings langs. Zij nam de kinderen mee op reis door leuke verhalen op het nieuwe perron. Het is het perron waar ons spoorleeslocomotief zijn eigen plek krijgt. Want we hebben iedere woensdagmiddag om 2:30 is hier spoorlezen in de jeugdbibliotheek. Het is voorlezen in de spoorzone, vandaar dat we dat spoorlezen noemen. En daar hebben wij een spoorleeslocomotiefje bij. Die is ooit hier per ongeluk achtergebleven. Maar die verdient, omdat hij er altijd bij hoort, verdient hij gewoon een ontzettend mooie plek hier tussen die kinderboeken waar je altijd zo gelukkig van wordt. Het locomotiefje was er al, maar nu heeft de afdeling er ook een NS-bord, een oude klok en een mooie muurschildering bijgekregen. Rick de Haas, bekend van de tekeningen in de boeken van Mees, Kees en Gorgels, heeft de schildering gemaakt. Het leuke aankleden van de ruimte en de illustraties moeten de kinderen stimuleren om meer te gaan lezen. Het is natuurlijk een prachtige ruimte hier. Hè? Architect heeft heel erg zijn best gedaan om er iets moois van te maken. En dat is heel erg gelukt. Dus dat stimuleert wel om te komen. En dan kom je toch weer eerder makkelijker in aanraking met die boeken. Als ik naar mezelf kijk, dan plaatjes die zorgen dat je naar het boek grijpt. Omslag nog eerder. Ja, plaatjes helpen echt. Ja. De plaats hier, toen de vraag kwam, wil je daar eens op de muur schilderen? Ik wist wel wat het hier vroeger geweest was, dus het leek me... En ik had net een foto gezien van het oude station van Tilburg. En het leek me zo leuk om te doen of dat weer gewoon een werkplaatsje is, zoals het hier vroeger was. En dan een gat in de muur zagen en dat je daar dan doorheen kijkt en dat je dan richting het nieuwe station kijkt. Maar je ziet het oude. Dat is een beetje het idee. En ook gewoon datgene wat ik leuk vind om te doen.